geef ik het woord aan de heer Wilders en dan heeft de heer Asscher nog één vraag. Ja, voorzitter, het was 1 april en mevrouw Kaag eindigde het debat met een motie van afkeuring. En ze zei ook van ja, eigenlijk ben ik wel een beetje klaar in mijn eigen woorden met de heer Rutte. Hier scheiden onze wegen was volgens mij het letterlijke verhaal. En toen ik u toen bij interruptie zei van nou, eigenlijk heeft u hem daarmee politiek onthoofd. Zei u nou, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Dat was de strekking van uw verhaal. Wat is er in die tijd gebeurd? Ik las in de krant, en ik weet niet of het waar is, dat u ook een keer een avondje in het Katshuis met de heer Rutte hebt doorgebracht onlangs. Of was het een lang weekend? Ik weet het niet. Wat heeft u met de heer Rutte gedaan? Kunt u daar iets over zeggen? Want het verschil tussen 1 april en nu. Ik kreeg hem net, voorzitter, per mail van de heer Jette, die zo vriendelijk was om de motie door te sturen die mevrouw dadelijk in gaat dienen. Een heel boekwerk. Ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen. Maar er stond inderdaad de naam Kaag en de naam Rutte onder. Dus het is weer koek en ei. Wat is er gebeurd in dat Katshuis? Mevrouw Kaag. Nou, ik kan heel, heel kort zijn. U insinueert iets, meneer Wilders. Ik heb 4 kinderen, 2 honden. Ik heb ook nog een echtgenoot. Ik ben een druk mens naast mijn werkend bestaan. Dus ik heb weinig tijd voor sociale contacten. Alles wat ik buiten de deur doe is werkgerelateerd en op gezette tijden heb ik zakelijke gesprekken met veel collega's, wanneer het ertoe doet. En de instelling natuurlijk van de motie van afkeuring, en ik denk niet dat het moment is om er hier elke keer op terug te komen, was er een afkeuring van het gedrag van de fractievoorzitter van de VVD in het kader van Verkennersgate, zoals we het nu noemen. En dat waren hele sterke bewoordingen en daar sta ik achter en nog steeds. We hebben ook gemarkeerd in het debat daarna, ik meen dat het 5 april was, 5 of 6 april, dat we een streep zetten dat een ieder de opdracht heeft naar eigen partij, eigen gedrag te kijken en verantwoordelijkheid te nemen. Want het land verwacht terecht van partijen als D66, een VVD, maar ook een CDA en anderen, dat we ook weer kijken wat we kunnen gaan doen voor de grote uitdagingen waar het land tegenover staat. We hebben de lat hoog gelegd. De wegen scheiden ons, dat heb ik gezegd, meneer Wilders, over het feit dat de heer Rutte namens mij sprak. Het grote verschil was dat ik nooit over Pieter Omtzigt heb gesproken. Dus wat hij namens mij zei, klopte. Wat hij daarna in alle debatten heeft bevestigd, wat hij op dat moment zei, klopte niet. En daar scheiden onze wegen. Maar het probleem is anders. U wilt altijd verkiezingen. Ik wil graag iets doen met het vertrouwen van de 1,5 miljoen kiezers aan ons gegeven. Wat gaan we doen, weten we nog niet. Zijn de verschillen tussen D66 en de VVD heel groot? Ja. Op kansongelijkheid, op onderwijs, op investeren, de klimaatcrisis en de rechtsstaat. Maar we moeten wel met elkaar praten als we het land verder willen brengen. De heer Wilders. Voorzitter, een heel lang verhaal, maar geef eens gewoon antwoord op de vraag. Heeft u met de heer Rutte onlangs in het Katshuis, het is nogal wat, volgens mij zit de heer Rutte bijna nooit in het Katshuis, heeft u met de heer Rutte in het Katshuis een avond gedineerd en over politiek gesproken? Het is gewoon een concrete vraag. Nou, waarom doet u daar vaak over? Gezegd, ik heeft doe er niet vaak over. Heeft u dat gedaan of heeft u dat niet gedaan? Kunt u toch gewoon antwoord op geven? Mevrouw Kaag. Nou, uw timing is fout. Ik heb met de heer Rutte een lunch genoten in het Katshuis. En een andere keer heb ik koffie gedronken op een andere locatie. Ja, en ik drink ook koffie en thee met de heer Ploemen, met de heer Klaver, mevrouw Ploemen. excuus, nog niet met Farid Azarkan, maar dat kan ook. Met vele mensen, dus verkeerde timing, goede locatie. En u moet nou niet doen alsof mensen in een politiek bedrijf, of al zou ik een zakenbedrijf noemen, het is heel normaal dat mensen gesprekken met elkaar voeren. Als we daar achterdochtig over gaan doen, dan hebben we echt een groter probleem in dit land. Achterdochtig gaan doen, het is natuurlijk wel een patroon. Want u heeft, volgens mij heb ik dat heel goed qua timing, u heeft die lunch dan met de heer Rutte in het Katshuis gehad na het debat op 1 april. Niet daarvoor, dat heeft u daarna gedaan. Dat is dus wat wij niet wisten, heeft u in de achterkamertjes van de dingen gedaan. U heeft, voordat mevrouw Bergkamp tot voorzitter werd benoemd, heeft u ook contact gehad met de heer Rutte en hem even gebeld. Daar heeft onze huidige voorzitter haar positie aan te danken, aan die achterkamertjes politiek. Dus ik vraag me af, er is natuurlijk wat veranderd. U stond hier 1 april keihard uit te halen naar de heer Rutte en nu dient u een paar weken later een motie met hem in. En wat is dan die nieuwe politiek van u?
Wat heeft hij nou gedaan? De heer Rutte heeft een of andere vage motie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid in het vorige debat aan een meerderheid geholpen. Hij heeft nou ja, dat hebben we allemaal gezien maandag, een kletsverhaal gehouden bij Nieuwsuur. Hij heeft een van uw partijgenoten heeft hij tot voorzitter gebombardeerd. Is dat dan genoeg om in één keer weer met hem verder te gaan? Is dat dan dat u zegt van nou, ik zet mijn handtekening onder die motie, alles is klaar en we gaan weer met elkaar door? Is dat het nieuwe leiderschap? Een lunch, een kamervoorzitter, geregeld, Mark, teken maar mee mijn motie. De vorige diende u de motie nog alleen in, nu staat zijn naam eronder en u gaat gewoon door. Nieuw leiderschap, dus oud leiderschap, dus oude politiek. Het komt niet door de inhoud van wat u zegt, maar dit was uw laatste vraag, mevrouw Kaag. Ja, dat ik komt weet u het wel niet. Goed uit. Meneer Wilders, u doet al 22 jaar mee. U heeft zelf geloof ik in gedoogconstructies gezeten. Ik was in het buitenland, dus ik las nooit wat u in achterkamertjes deed. Doet er ook niet toe. Het verschil is dat ik afspraken maak. Ik ben er transparant over. En wat de datum zijn van vervolg en koffieafspraken, daar sta ik vrij in. Ik leef in een vrij land. Het is mijn verantwoordelijkheid als de tweede grootste partij, en het is niet de PVV, het is D66... om te kijken hoe we tot een inhoud kunnen komen en een ordentelijk proces om de politiek verder te brengen. Betekent dit dat wij gaan regeren? Nee. Betekent dit dat de VVD een formatie leidt? Ook niet per se. Betekent dit dat de heer Rutte, want we praten nog helemaal niet over poppetjes, dat is uw idee fix, dat we daaraan toekomen? Nog helemaal niet. De inhoud en de mensen in dit land vragen dat de politiek zich verantwoordelijk toont. En dat doen een aantal van partijen hier. En dat is het grote verschil. En ik doe niet mee aan uw innuendo en uw insinuaties. Afronden. Maar wat u doet, u zit gewoon te wielen en dealen achter de schermen. Nee. U heeft, nogmaals mevrouw, u kunt dat niet ontkennen. U heeft 1 april hele grote woorden tegen de Rutte uitgesproken. En nu staat u samen onder 1 motie. U kon toen niet eens door 1 deur. De wegen scheiden elkaar, zei u. En nu samen een motie en lachen naast elkaar aan de bankjes. Knipoogend naast elkaar aan de bankjes toen mevrouw Bergkamper tot voorzitter van de Kamer werd gekozen. U heeft wat toegeworpen. U heeft met hem geluncht. U heeft mevrouw Bergkamp Kamervoorzitter gekregen. U heeft een motie van links aangenomen gekregen. En alles gaat gewoon weer door. En ik voorspel u, en daarom houdt u ook heel Nederland voor de gek, dat u dadelijk gewoon met de heer Rutte gaat regeren en dit allemaal een heel groot toneelspel is. En dat we allemaal die ellende van u krijgen, wat u net zei. Meer Europa, meer klimaat, meer immigratie. U zult zichzelf kunnen kronen tot de koningin van het Binnenhof. Daar zult u blij mee zijn, maar dat is slecht voor Nederland. Nou, ach ja, dat moet je erop zeggen. Ik kan 1 ding wel ook voorspellen. U gaat niet regeren, meneer Wilders. Want u bent uitgesloten door veel partijen. Ik geef het woord aan de heer Asscher. Verder graag terug op de inhoud. Ja,